supergoed. Volgens mij is het nog nooit zo goed gegaan. Ik had echt alle energie die ik nodig had. Dus het was echt fantastisch. Ja, ik heb er echt van genoten. Je voelt gewoon echt de magie met de groep. En dat vond ik echt heel fijn. En de zaal, de reacties dat je die eindelijk voelt, is echt heel leuk. Zo. Gaat ze dood? Ze is ijskoud. Ik speel Sverre, het rendier van Christophe. En wat is dat voor rendier? Nou, het is gewoon een niet zo slim rendier. Het is een beetje snel afgeleid, dus een beetje ADHD-rendier. Maar wel hartstikke leuk en gevoelig ook. Ik ben prinses Mara in de voorstelling. En wie is prinses Mara? Prinses Mara is de kleine zus van Lina. En zij is heel, ze is een heel impulsief meisje. Meisje dat droomt van ware liefde. Maar aan de andere kant toch ook een hele verlaten kant heeft. Omdat zij is buitengesloten door haar zus. En ja, die band wil zij gewoon, alles op alles wil ze dat gewoon herstellen. Ja. Neem het maar van mij aan. Neem het maar van mij aan. Het is niet voor niets. Dit pad dat bracht me hier heel bewust. Nu niets meer alleen en die zekerheid dat stelt me gerust. Ik speel Ola. Ola is de sneeuwpop die Lina en Mara vroeger altijd maakten. Dus toen hadden ze nog een hele onbezorgde tijd en waren ze allebei nog vrolijk, waren ze nog bij elkaar. En ik speel eigenlijk de sneeuwpop die later weer tot leven is gewekt door Lina als ze haar krachten vrijlaat. En zij is nog steeds onbezorgd, maar de situatie is inmiddels veranderd. Hoe ver ik naar het zuiden ga voorbij de horizon, vind ik daarvan soms een april, verwelkom ik de zon. Nou, ik ben koningin Lina. Lina is een heel onzeker meisje eigenlijk. Ze wil eigenlijk alles goed doen in de ogen van anderen. En ze denkt ook dat ze dat doet, maar uiteindelijk doet ze daar eigenlijk alleen maar iedereen pijn mee. En beseft ze dat ze gewoon zichzelf moet zijn. En ja, dat eigenlijk. Het enige wat jij weet is hoe je mensen moet buitensluiten. Er wordt hier niet getrouwd. Punt. Majesteit, als ik u mag. Nee, waarom niet? Lina, nee! Mara! Waarom draag je toch altijd je handschoenen? Ik dans al niet mijn leven! Ga dan weg. Wat heb ik jou ooit aangedaan, Mara? Lina, waarom sluit je me buiten? Mara! Waarom sluit je de hele wereld buiten? Mara! Waarom ben je zo bang voor? Ik sluit je op, vrouwen! Ik speel de rol van Christophe. En Christophe is eigenlijk een hele avontuurlijke jongen. Die het liefst de hele tijd doorbrengt met zijn beste vriend Sverre. Zijn rendier die hij heel lang geleden heeft ontmoet. En het liefst wil hij de hele dag buiten zijn. En op een gegeven moment leert hij prinses Mara kennen. En ontdekt hij ook langzamerhand een beetje wat liefde nou eigenlijk is. Zou dit echt alleen maar toevallig zijn? Onbedoeld kom jij hier pas terecht. Ook precies hier en nu mijn terrein. Wacht, denk jij? Wat? Oh mijn god, nee, nee, nee! Hannes, that's me. Prins Ludwig speel ik. En ik ontmoet eigenlijk Mara op de kroning van Lina. En op de Koningsdag. En wij raken natuurlijk verliefd. En het lijkt eigenlijk allemaal een heel mooi plaatje met pracht en praal. Maar uiteindelijk krijgt Ludwig ook wel een randje. En dat brengt het nodige teweeg. Geen idee dat zoiets kleins mijn hart komt strelen. Ik kan niet wachten om met haar mijn tijd te delen. Als ik in haar ogen kijk, lijkt alles anders. En voor mij mag dat wat anders is, voor altijd zo zijn. Een gedeelte van ons heeft vorig jaar ook in het Factorium gespeeld. En dat is een hele andere zaal. Die heeft ook coulissen. We hadden geen coulissen. Dat was nog een hele grote struggle die we moesten overkomen. En ook zo groot en heel veel akoestiek. En het is prachtig. Maar het heeft ook zijn struggles. Maar als het uiteindelijk allemaal getackled is, dan is het echt magisch. Ja. Jazeker. Ola? Ja, dat is mij dan. En wie is die grijze?
de ezel? Dat is Sperre. En wie is dat stoere rendier? Dat is Sperre. Oh, ja, dat is wel makkelijk te onthouden, ja. En jij, de Mara. Hoe weet je mijn naam? Omdat je zelf mijn mooie ronde buik hebt gemaakt. Weet je dat? Oh, hola. Tijdens de eerste bandrepetitie denk ik dat we allemaal eindelijk het gevoel kregen van wow. En soms dan heb je nogal wat onzekerheden in een nummer. En dan als met de band is, dan voel je gewoon die power van het nummer. En dan knal je het er gewoon uit. Morgen nog twee voorstellingen spelen en dan is het helaas klaar. Maar we gaan elkaar natuurlijk allemaal nog wel zien en dat soort dingen. We blijven nog gewoon vrienden, maar voor Winterhart spelen we er morgen nog twee. En daar gaan we nog super erg van genieten en heel erg ons best doen en dan is het klaar. Wat ik voel, dat heeft geen naam, dat doet er niet toe. Ik ken mezelf niet, maar in haar blik. Verdrink ik het geweldigst van mijn rol vond ik het natuurlijk geweldig om die. Oh nee, dat mag ik niet vertellen. Wat ik het geweldigst vond is om. Dit is natuurlijk echt een hele andere zaal. Het is heel anders dan andere jaren. Ik denk dat het gewoon voor iedereen natuurlijk heel magisch voelt om in dit theater te staan. Met deze muziek en met deze cast en met dit verhaal. Want ik denk dat het ons allemaal wel op de een of andere manier raakt. En dat vind ik vooral heel erg speciaal. Oh Mara, was er nu toch maar iemand die van je hield. Zijn jullie allemaal tevreden over deze première? Ja. Ja. En volgens mij willen jullie nu naar de familie toe. Ik zou zeggen hartstikke bedankt en geniet nog even daarna en laat je maar even lekker toejuichen. Dik verdiend. Dankjewel. We samen spelen samen. Jij en ik die samen, knieën samen, vriezen samen, hoog en laag samen, kroning spelen samen, altijd zijn we samen, jij en ik.